Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw D. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Starkenburg. Hallo. De deur gaat open. Goedemorgen klinkt het. De dag begint. Iedere dag weer. De camera loopt zodat beeld voor beeld het leven van de bewoner en het dagelijks werk van de zorg wordt vastgelegd. De verzorgenden en bewoners van het woonzorgcentrum Sint Carolus te Hilversum zijn in het kader van het transitieproject van Harnas naar Zomerjurk druk lerende geweest met behulp van video-interactiecoaching. Door in dagelijkse situaties mee te lopen met de verzorgende en activiteitenbegeleiders, in individuele contacten en het dagelijks leven op de huiskamer, zijn vele uren beeldmateriaal verzameld. Dit beeldmateriaal is door de verzorgende teruggekeken, individueel of samen met enkele collega's. En de basis van het terugkijken is gericht op hetgene wat goed gaat. Wat vraagt mijn bewoner en welke talenten zet ik in om bij de bewoner aan te sluiten? Nou, ik zal u vertellen wat dat is volgens mij. Het is iets nieuws. Even schoon. Dat is een kooltje. Een sierkool. Ja, u hebt gelijk. Hoe ruikt dat? Door samen met een coach letterlijk terug te zien wat er gebeurd is in contact met je bewoner en hoe je vanuit je professie gehandeld hebt, ontstaat er veel inzicht in de wijze waarop een bewoner een appel doet op de verzorgende of medebewoners. Gelijktijdig krijgt de verzorgende inzicht in eigen deskundigheid en oog voor andere of nieuwe mogelijkheden om het contact met de bewoner uit te breiden. Deze medewerker werd zich meer bewust van de hoogte waarop je je bevindt ten opzichte van een bewoner en hoe dit een contactmoment kan beïnvloeden en paste dit aan in de diverse contacten. Om video-interactiecoaching ook na het project in te kunnen blijven zetten, hebben enkele mensen een basistraining gevolgd. Hierin is men begonnen met het leren filmen vanuit de heup. Dit wordt gedaan om minder opvallend te zijn als filmer en daarnaast het hele gezicht zichtbaar te houden in het contact met de bewoner. Naast het technische gedeelte van de training is vooral veel aandacht gaan zitten in het leren terugkijken en bespreken van de verschillende filmfragmenten. Ja, die mensen kijken allemaal mee, mevrouw Roopbrand kijkt me even aan. Ja, ik hou het bord een beetje in de lucht, zodat iedereen het ook kan zien. Ik hou het voor me, ik laat die bakdoek omhoog. Ja. En dan doe ik de bak in principe een beetje schuin. En ik pak een vorm eruit om te laten zien, kijk hier. En dan ga ik ook zeggen dat ik het zelf ook even ga doen om te kijken van... Ja. Ja. Ik vind het ook heel erg leuk, je enthousiasme in je stem, hè? Ja. Als je laat het allemaal... Door vooral gebruik te leren maken van een neutrale vraagstelling en samen te kijken naar de positieve momenten, zal de verzorgende meer zelfstandig oog krijgen voor zichzelf en het effect op de bewoner. De professionele zelfreflectie vergroot hiermee. Kijk ook. Ja, nu even niet. Ja, nu zit ik even zelf. Ja, dan zit je even zo mee. Ik zal ook even denken. Kijk, zo. Even één voor.
Video-interactie is tijdens het project voor meerdere doelen gebruikt. Medewerkers gaven zelf aan waar zij het voor wilden gaan gebruiken en op terug wilden bekijken. Ja, ze kregen me eigenlijk pas nooit meer. En ook geloof ik. Nou, dan doen we even de stoel. Zal we even de schoen aan doen? Ja. Ik hoef niet te bukken. Je wil een beetje recht op de stoel komen zitten. We gaan vanmiddag even naar eten. Door de medewerker zelf zijn leerdoel in te laten brengen, hem te leren focussen op zijn of haar kwaliteiten en aandachtspunten en de ruimte te bieden hier meer mee te mogen doen, ontstaan de mooiste momenten in de zorg en komen bewoner en medewerker samen tot bloei. En dan naar de klik. Stop er nu aan erin, hè. Stop er voor muziek.